Afgelopen jaar groeiden online marketplaces 2 keer zo snel als gewone e-commerce. Dus nu is de keuze voor organisaties uit alle sectoren duidelijk. Of proactief gebruik maken van de kansen die een eigen marketplace biedt, of marktaandeel verliezen aan de digital natives en de vooruitstrevende denkers die het al hebben gedaan. Om te kunnen slagen en overleven in de nieuwe digitale economie, zien we dat bedrijven moeten transformeren van het traditionele pijplijnmodel naar het nieuwe platformmodel. En dit model zorgt voor meer schaalbaarheid, voor betere marges en meer snelheid om te kunnen reageren op marktontwikkelingen. Kortom, alles wat nodig is om de nieuwe digitale klant tevreden te stellen en concurrerend te blijven. Dus, wanneer neemt jouw organisatie het voortouw in dit nieuwe digitale normaal? Nu of nooit?